kijk, die Senesi, die, weet je nog dat hij bij Feyenoord kwam ooit? Ja. Toen dacht ik, nou, die kan er niet veel van. Nee. Maar toen moest hij op dat kunstgras spelen, die eerste wedstrijd. En dat was ook geen geweldenaar. Maar godverdomme, weet je, die hakte er wel in elke keer maar weer. Ja. En die Sutelo, dat vind ik echt het grootste drama. 23 miljoen, wat ze ooit hebben kunnen binnenhalen. Ja, maar we hebben het verleden ook al over gehad, weet je. Ja. Maar als je dan... Want ik zei in het begin, ja, dat is een goede aankoop. Ja, maar ik weet het goed, als je met de nationale ploeg speelt... Ja. Dan pakt hij wel die bal af. En dan geeft hij hem wel gelijk weer aan die kleine. Want die kan natuurlijk wel een beetje ballen, die Modric. Ja. En die verzorgt het dan op. Maar hij pakt hem hier ook nooit af. Niks, helemaal niet. Ja, en als jij trainer zou zijn, dan zou je... Stel, dan zou je, bij Ajax. Nou, je bent trainer geweest. Je bent onwaarschijnlijk ook trainer geweest. Ik? Bij PSV. PSV. Ja. Je moet niet denken dat ik het niet weet. Ik had geen verantwoordelijkheid. Dat is een ander ding. Ja, dat maakt wel zo. Maar je weet nog niet eens wat ik ga zeggen. Ik ben wel in ontdekken al. Maar als je dus tik op tik krijgt, dan ga je toch op een gegeven moment denken, ik ga eens wat anders proberen. Ja, ik ga dan een keer wel. Anders neerzetten. Maar op een bepaald moment, als je ziet dat het niet gaat, Wim, dan ga je terugvallen op je vastigheid. Op je vastigheden, laat ik het zo zeggen. Ja. Kijk, ook als je zoals eigen systeem speelt, kun je ook met balverlies achter de bal sluiten. Hè? Ja. Dan kun je dat ook. Dan kun je ook centraal kun je alles, noem maar op, afsluiten. Ja. Maar wat je in het verleden betreft, als je bij Ajax, had je gewoon vanuit de jeugd, en dan had je 3, 4 echte topspelers vanuit het buitenland, die de ploeg gewoon beter maken. Ja. Maar dat heb je nou niet. Heb je van, nou, stel dat je oliebollen lopen, dat is niet normaal. Ja. Ja. Die ook niet volgens het Ajax-systeem kunnen spelen. Maar dan kom je bij die gozer, bij die Duitse jongen terecht.